In het kerkelijk centrum De Bron in Dordrecht zijn de voorbereidingen voor de doopjurken tentoonstelling in volle gang. Ja, we staan nu in De Bron natuurlijk. Prachtige expositie, kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, we zijn druk aan het opbouwen zoals jullie zien. En we hebben 50 jurkjes inmiddels gekregen van allerlei gemeenteleden, maar ook van mensen buiten de kerk. En als je een doopjurk ophangt, krijg je meteen een verhaal erbij. Dus er zijn ook een heleboel verhalen verteld en die kun je straks hier ook allemaal terugvinden. En dat is wat we heel erg mooi vinden om jullie allemaal te laten zien. Ja, precies. Want als we een stukje doorlopen, dan hebben we hier bijvoorbeeld al een speciaal jurkje. Ja, dit is zeker een speciale jurk, want deze is de doopjurk waar onze burgemeester Wouter Kolf in is gedoopt. Hij is een van de oudste jurken hier. Hij komt uit 1878. De jurk van burgemeester Kolf is niet alleen door hem gedragen, maar ook door de achterkleindochter van Johannes van der Elst. Hij was in het begin van de 19e eeuw burgemeester van Dordrecht. En als we een stukje doorlopen, dan hebben we hier volgens mij nog een doopjurkje met een bijzonder verhaal. Ik zie dat er staan allemaal namen op. Kunt u daar nog wat meer over vertellen? Ja, dit zijn twee doopjurken die, zoals velen hier, zijn geknipt uit de trouwjurken van de moeders van de kinderen vaak. En in de tijd dat er niet zomaar mooie stof te krijgen was. En wat jullie zien aan de linker doopjurk, dat is een doopjurk waar alle namen van de kinderen die erin zijn gedoopt, 6 stuks daar in het midden staan, maar ook van alle kleinkinderen. En elke jongen is in het blauw geborduurd en de meisjes in het roze. En dat is dus heel speciaal en heel persoonlijk. De doopjurken hebben allemaal hun eigen historische en unieke verhaal. Ook Hanneke van der Haar is betrokken bij de expositie. Maar waarom worden deze jurken eigenlijk tentoongesteld? Het idee is ontstaan vanuit de kerkelijke gemeente, zeg maar. En heel veel gemeenteleden zijn gedoopt. Dus vandaar dat we dachten, het is leuk om een keer een expositie daar te doen. En we wilden hem speciaal met Pasen openen. Omdat Pasen is eigenlijk ook de gedachte van nieuw begin, nieuw leven. En daar hoort dopen ook eigenlijk bij. Dus zo is het ontstaan. En toen hebben we een oproep gedaan onder de gemeenteleden. En toen zijn er dus bijna 50 jurkjes aangeleverd. Ook van mensen uit andere kerken nog. We hebben dus inderdaad de jurk van de burgemeester. Dus het is een hele mooie collectie geworden eigenlijk. We openen met zijn paasdienst. Dat is op zondag 17 april. En dan blijft hij geopend tot Pinksteren. Op 5 juni is dat. En dan is hij alle weken geopend op woensdag van 10 tot 4. En op zondag tot 1 uur.